Ik snap jou zo. Wat is jouw mening over zijn fijne? En we want wat deskundige meningen, naar een lobby, naar een hoop voor. Zij heeft zo'n winnaar konden. Ja. Wel, het gaat niet goed. Op elk vlak. Het probleem is, toch? Het is bij de verkiezingscampagne begonnen. Kijk, je mag beloven. Ik vind het leuk en aardig. Maar die beloftes waren te veel. En wat hebben we gezien na die uitslag van de verkiezing? We hebben ruimte gegeven. 200 dagen plan. Geen probleem. Daarna heeft hij weer een aantal extra tijd gevraagd. We hebben weer gegeven. Het probleem met deze president is dat hij leert niet uit zijn fouten. En zijn fouten zijn gewoon zo'n grote mond. Toch? Heeft hij geen deskundigen? Heeft hij geen mensen om zich? Heeft hij geen adviseurs die hem kunnen zeggen, meneer, als je ergens gaat, we gaan voor je opschrijven. En lees dat voor, of presenteer dat voor. Volgens mij, als deze man ergens gaat, heeft hij geen controle over zichzelf. Maar team zwakkie. Bijvoorbeeld. Toch? En daar gebeurt het. Dat hij altijd verkeerde dingen zegt. En die dingen worden dan als leugens. Ja. Dat is de enige president die zoveel bijnamen heeft. Ga maar naar Amerika, grote landen. Misschien heeft die president één bijnaam. Deze man heeft bijna 10 bijnamen. Het is erg. Hij komt misschien in het boek van de kunst. Ze gaan hem opnemen daar. Nee, serieus. Dus no de. En nu was het dat Chamu klinkje, meneer. Chamu kwe gewoon lekker van meer mee takje. Sta je daarachter? Dat Chamu kwe. Kijk, hij gaat niks meer kunnen doen. Het jammer is dat hij doorgaat met die beloftes. Ik ga een klein voorbeeld geven. Hij gaat naar Apura. En dan gaat hij die inheemse daar voor de gek houden. Yes, mooi en waar een bakkerij. Maar de jager toch? Ja, hij gaat een bakkerij openen. Mooi en waar, we gaan het accepteren. We gaan broeden krijgen. Maar dan ga je die mannen zeggen daar. Dat je een weg van Apura naar Nikeri gaat aanleggen. Toch? En dat vind ik erg. Je kan niet eens van Sanderij naar Apura kan je onderhouden. Wat voor weg ga je volgen? Nog een keer herhaling, wat kan de. En dus moet ik jongen. Ik wil zeggen, je gaat een weg van Apura naar Nikeri. Dus een weg. Een weg naar Apura. Ja, en ik zeg, je kan niet eens van Sanderij naar Apura kan je onderhouden. Ja, toch? Niet eens Koningsstraat, ja. Niet eens Koningsstraat. Het is erg. Hoe kom je natuurlijk zo dichterbij dan? Dan gaat de koala toe. Ik wil het toch iets op het zien dat deze grote man gezegd heeft net. Ja. Gezegd net. Dat die beloftes te zwaar waren. Die beloftes waren op zich niet te zwaar. Ja. Waarom ik dat zeg? Je moet Chandrika Persat Sant op die moment hier zien als een kinder lokken. Toch? Voor de Chico Nangasloop. Verkiezingscampagne, dat heeft hij gedaan. Was het dat hij. Het is de vorige regering die gaat inleveren, niet de samenleving. Yeah. Maar nu zijn de rollen omgekeerd. In zijn voordeel. Het is niet de vorige regering. Dus dat waren geen valse beloftes, nee. Het is niet de vorige regering die inlevert. Het is het volk. Dus wat gaan wij nu moeten doen? Nu gaan we de rollen weer moeten omkeren. We gaan niet meer praten over de vorige regering. Die gaat inleveren. Nee, de huidige regering gaat inleveren. Oké, meneer, wat vindt u daarvan? Die meneer heeft 100% gelijk wat hij daar zegt. De rollen moeten nu omgekeerd. Maar dat gebeurt niet. Ze leveren in. Ze leveren op geen enkel vlak in. Je ziet het zelf. Ze gaan door. Ja. En wat ik ook erg vind daar op Apura, een dag ervoor dat die man daar zou komen, de president, had de districtscommissaris naar al die winkeliers daar om ze te zeggen, schriftelijk, jullie mogen die dag geen alcohol verkopen. Als wat ziet u die inheemse daar? Is een belediging, is een grote belediging. Hoe kan je die mannen gaan zeggen, ze mogen geen alcohol? Dus we zeggen, die mannen zouden zich stom drinken. Ja man, je moet je excuses aanbieden daar. Het is een grote belediging hoor. Op een vernietiging. Ja. Snapt hij dat niet? Hij blijft zichzelf zo belachelijk maken. En dat lijkt, die man, om eerlijk te zijn hoor,
Men zegt aan de regering, gaat niet naar huis door te protesteren. Maar deze regering gaat wel naar huis gaan door te protesteren. En als het niet vrijwillig gaat, dan gaan ze met de harde hand. Okay. En dan wanneer ik heb gezegd met de harde hand, dan moet men niet denken dat we oorlog gaan voeren. Dat hij, ja, en daarom blijf ik de samenleving ook altijd zeggen. No verniel. Verniel niet, plunder niet. Want dat gaat hij, als het ware, is hij dat niet bezig te stimuleren. Want hij komt niet luisteren, toch? Mm. En hij weet van dat blagaman, die andere keer ding, doorslaat door. Wat ik hier van het volle maar dat nog zijn no, no, de... Just houden. Yeah, yeah, yeah. Niet vernielen, niet plunderen. Omdat ze dat niet momenteel gaan intimideren. Ze gaan je intimideren om die handelingen te plegen. Dat wat moeten we doen om op de zender? Toch? Dan begin je die mandaat als zwakjes te maken. Toch? Dan wat gaan we doen? Wat in onze zakken? Next maar voor. Je wil naar stoer, dan stoom. CP, je wil naar stoer, dan stoom. Maar nu de UNO ontdekken, wordt dat safe, sir. Want? Dat ben wij zo van spreken. Ik kan ze alfa, ze eerste, ze tweede. De eerste, je wil naar stoer, dan stoom. Allemaal zo. Je wil naar stoer, dan stoom. Eerste set voor mij, een jaar lang. Ga jullie niet buiten het land. Ik wil weten wat er gebeurt is in het land. Transparantie. Dat heb je helemaal niet. Je hebt helemaal geen transparantie. Helemaal niet. Is het hetzelfde wat is gebeurd? Maar dat denk ik. Dat is... We gaan geen oude zaken naar voren brengen. Maar kijk, die eerste deal, HPN. Je kan niet een instelling toch, gaan maken buiten de centrale bank. Ano man, dat wil zeggen, ik kan mijn geld storten, maar de centrale bank kan me niet controleren. Wie gaat dan zijn geld brengen zonder controle? Als je te veel, nou weet wat praktijk daarvoor. Want de enige die dat weer toch? Ja. Nu heb je weer. Even daar een aanvulling te geven. Ja, je kan op 10 seconden bij mij, dan kan ik jullie bij de beeld hebben. Ik vind die journalisten zo naïef. Mm. Waarom ik dat zeg? Op 10 film, dit ook bij Ametaki van. Surfing is voor yeah. Geld van de centrale bank, gaat dan naar surfing. Daar mag ik graag een tikje gewoon. En die journalist, of hoe je die kasten wil noemen, die stelt niet op. Wat bedoel je? Wat houdt dat in? Is het geld niet safe bij de centrale bank? Waarom moet het van de centrale bank naar surfing? De man is gewoon, ik stel de vraag dat hij. Ja, maar van dingen zo. En zo gebeuren die dingen. Kijk. Wanneer je ook met een journalist praat, die journalist is vrij, hij stelt je allerlei vragen. Stel hem diezelfde vragen. Wat geef je als antwoord? Nee, ik mag zulke vragen niet beantwoorden vanwege mijn job. Ik heb respect voor je job. Maar dat wil zeggen dat jij dan al mond doodgemaakt bent. Want je mag ook de kritiek leveren, toch? Je bent een goed mens, je behoort toch ook tot de samenleving. Waarom mag je dan niet je mening weten? En dat zijn die dingen die gaan spelen. Toch? Omdat hij journalist is, diezelfde vragen die hij jou en ik zou stellen, stel je hem die vraag, maar hij heeft niet beantwoord. Kom op, waarmee zijn we dan bezig? Oké. Okay. Dat kunnen we de show beëindigen. Dat is de passion. Dan kan dat patenten, dan kan dat goed op. Het was wel zwaar met die BTW, je moet zelf nagaan dat we al een hoge omzetbelasting betalen. Ja. Ja. En dan komt die BTW bij. Als het ware, dan moeten ze die BTW, dus, sorry, dan moeten ze die omzetbelasting terugdraaien. Wie gaat dat controleren? Niemand. Toch? Ja, mooi. En dan heb je daarop die 15%. Wat gaat met ons gebeuren? Laten we eerlijk zijn. Laat men het volk goed uitleggen. Goed uitleggen dat men het. Vele mensen begrijpen het niet. Kijk, ik ga het weer even herhalen. De mensen of de samenleving. Die mensen, ze gaan zich niet verdienen. Ze zijn het is hetgeen dat jij als regering voor ze verkoopt. Daaraan blijven ze vasthouden. Dat ding wat u heeft aangehaald. Het komt ons niet ten goede. De oliemonitor, komt ons niet ten goede. Het komt niet ten goede. Het is weer een friend family business. Toch?
niemand houdt gevoelige dingen aan. Een simpel voorbeeld. Het is bewust dat men SLM heeft uitgeschakeld. Je ziet nu zelf, en ik had weer een laar, ik ben trots op die Syrië-Nederlanders. De man, ik kom op in een wetman kondre die Unuja Nasrana. Ik heb dit voor het eerst niet gemaakt. Toch? Daarom, SLM is bewust uitgeschakeld. Is je met jou door, Mr. Het is bewust uitgeschakeld. Toch? KLM, schroef de prijs wel op toe. Ja, ja, heel maar door de Surinaamse Nederlanders niet naar Suriname kunnen afreizen zodat deze protesten gangster zijn. Oké, stop. Stop. Eva, dus dat is de achterliggende, dat is de achterliggende bijkomstigheid, want inderdaad nou een strategie, want ik weet ook dat ik een prominent lid voor SOS, de man waar ik aan mijn kon, want de man kan mij wel zijn persona non grata, maar moet dat ons niet, dat moest de olie tapen vijf, mijn vijf kon moro vijf, maar dat zeg ik, ja. Stop, maar dat zeg ik, ja. Wat is het? De meeste mensen, om het zo uit te drukken, die de leiding hadden bij wijze van spreken, om de massa in zo'n totaliteit op straat te krijgen, ze hebben die gasten door de jaren heen monddood gemaakt. Is dat niet? Eén. Wordt die net aan dat ik wat dat zie? Toch? Eén. Wat was zo'n prijs? Wat ik wat die? Ze worden monddood gemaakt. Ja, maar look not here, look at money. Ik wil even op wat inspringen, wat die meneer zei. Ik heb mijn mening daarover. De vakbond, die oude leiders, zolang mensen niet weghaalt, toch, gaat het land zo blijven. Herhaalt je nog eens een keer. Al die oude vakbondsleiders van jaren die hier zitten aan de macht zitten. Men moet ze weghalen. Want je ziet het verraad die ze hebben gepleegd. Elke keer zeggen ze, ja we zijn bezig, is pijnpunten, dit punten. Maar wat doen ze voor ons? Die grote CLO, je ziet het allemaal wat ze met de arbeidsklasse hebben gedaan. Alles wordt verhoogd, alles. Komen ze op, zogenaamd zijn bezig met de regering. Ze zijn al 100 jaar bezig met de regering. Hoor je wat? Hoor de je gemeente kan niet, maar ze hebben geen productie, die vakbondsleiders. Ja? Nee, ze moeten weg. Alle oude vakbondsleiders moeten weg. Okay. Dat is het probleem nu. Ik heb het al een paar keren gezegd. Die bonden moeten ze, die leden moeten ze wegstemmen. Er is geen verandering met hun. Je ziet het zelf. Ja. Dat is het probleem. Die mannen, alle onderhandelingen, die mannen hebben niks gedaan. Okay. Ik kan dat wel minder. De maïsseer, hoe nou? Oké, daar hebben we weer een prominent lid. Ik kan dat niet doorgedoen. Ja, het hele moment dat de maïsseer, de maïsseer aan massa, de maïsseer de arbeiders, daar wordt men boos. Maar dat is de waarheid, dat is de waarheid. Ze moeten weg. Als ze nu niet weggaan, gaan we problemen hebben. Dus, ja. Gewoon weg, al die oude vakbondsleiders moeten weg. Er moeten jonge kerels komen. Ja, ja, want die ja. oude hebben dat ons verkocht. Ja. Oké. Okay. Ja, Willy, meneer Willy. Ja, ja. Wat die wakker te doen? Wel, u weet, we waren terug naar de tafel. We als organic movement. Afvallig, we vinden bepaalde sanitaki, we moeten op één plek zijn. Nou, even. Nog go excuseren, want hoe vallen naar haar dat ik. Nee, go excuseren. Maar afvallig, dus mijn tak zei de, uno bende, ube go naar terug naar haar. Atikan tafel. En ik moet een atikan tafel. En om eerlijk te zijn, wij zijn tevreden met het opkomst. En waarmee ik heel tevreden ben, afasva de spreker, afasva a people charing kon afvissen, dan zie je dat Suriname uiteindelijk wakker wordt. Hier en dan moet zo roman zijn, dit is voor de kijkers. Look, ja, ik kijk hier, look, nou, van Blakama, van Hindustani, van Blakama, Baka. Amma si mina sab suma yo dok na era kis amma na musi amma na musi en dat is Suriname kijk we willen geen politieke leiders hebben of leiders hebben sa sa is kuf prati wi wi na strana man de masinge om heb de poku kuli an pas ne isi ingi blakama u konawang en no na ating fa papa touchi be singe gweli putaki kuli an pas ne isi ingi blakama me karu konawang dus het is tijd dat Suriname bijeenkomt. Het gaat niet om van dat we niet van de president houden. Of dat we niet van de
vice-president houden. Nee, het gaat om het beleid. Afas van de Maitiri Akondre, Nobu en van mijn partner kunnen ze naar huis. Want u ziet dat, baby is de tangen hoe is de konkissie hier, bakata is de net niet. Want baby is aan de actie kunnen grond tapu, las libi. En zo kunnen we niet verder gaan. Is dat dus via hieruit, mijn man roept een samenleving op. Meneer Werif, dank je omdat ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor het Veland, Suriname, mama, Srana. Oké. Ik de volg, Tamara. Dan een laatste spirituele vraag. Dat is maar, of Johan of meneer Caatje, kijk hoe Srana knap jou zei. Srana knap jou zei, dat is niet te gloeien. Kijk hoe jij Srana jou. Oké. Organic movement. Srana blakke vragen zo met dit maar. Anga. A blakka fraga sa organic movement want ak desma musu anga na row srana de in row. In row. We sari omdat we shitak money elasi en na juiste momenti fu pot a blakka fraga omdat i na pas na chinengre edede chisano sabnes fu gron tapu ete isabito dan u we surinames in de row dus vandaar alles dat gebeurt in het land. Het gaat niet goed. Als u nu iemand gaat vragen hoe staat het met je president Santoki, gelooft u me, uit de 100 is het misschien maar één die goed zal praten, kan de Amanda de Crosby aan je aanpakken. Maar heeft 99% nog de eens aan jou, dat ik kan verstaan, Ola Toure. Zijn er blijke vragen, Bas? Dus wat deze spreker heeft gezegd? Rauw. Rauw, ja. Zijn er blijke vragen, bro? Ik heb blijke vragen. Het was maar de nummer blijke opmerking. Gisternacht. Dat is ons gegeven hier in ons gezegen land. Sabrada die stijgt dat u de euro van baby laatst minister Wango. Pe a president bede. A president na a papa kondre. I abi wap ching, negi moeie charen tapi bere, eni bere, en no di ap chika doro, sebi mof aiti mo, dat dresi no de op de sano de apci edede isap sama tak liba pa isap sama tak dagi amma daro mitak tide en na spija ne kuang serana cing ku mama serana dat mama seranang ai kri. Oke, stop even. Kaja, sana belaka vraga. So, amma... Ik wil ergens naartoe en dat weet je. Maar weet je waarom? Ik bemoei me met geen enkele party. Dus ze hebben hun keus gemaakt. Arkeboom. Toch, ze hebben hun keus gemaakt. Luister goed. Ik ben tegen niemand. Ze hebben hun keus gemaakt dat die zwarte vlag geplaatst is als een rouw. Dan gaan we hiermee stoppen, Caatje. Dankjewel. Dankjewel, Caatje. Maar ik ga de samenleving weer wat zeggen. Luisteren jullie goed wat ik te zeggen heb. Ik ben bij machten om te zeggen dat Chandrika Persat Santoki de duivel is en hij weet het. Hij kan me niets doen. Dat is één. Jullie zingen een volkslied. Stree de foestree, wino safrede. Tranika zei konen baka, mine zingen. Opodoo verstaan denk ik. Ik heb Chandrika Persat Santoki 70 dagen gegeven. Laat hij nu beginnen af te trekken. Van wanneer ging die 70 in? Zo. Je hebt nog 2 minuten. De reportage is op DTV. Oké. Een maand geleden, denk ik. Een maand geleden, maar hij heeft ongeveer een roepen, zeg 2 à 3 weken. Dan gaat de ommekeer in Suriname komen. Dan ga ik hier aanvulling aan geven. De inheemsen. Ja. Die hebben me die liefde al gegeven die ik had. Die ik nodig had. Azee. Want zij waren, of zijn nog steeds de eerste bewoners in Suriname. Zij staan aan die kant. En blakke braden als ze zijn voor mij, ze hebben een juiste pressie. Dus leuke aan naar de Indie. De Hindustani braden als ze zijn voor mij, ze hebben een juiste pressie. Ze gaan gewoon naar een lobby om naar een Oesrevi. Dus leuke aan naar de blakke man. De Jampanese. Ça a point à titre de yoy sa précis. Chouet ou en a d'un industrie. So octodesne ici. De moi sa tang négatif, démonis, d'oeufers, ou ka oro se ref dat si. Wanneer ek kom, fik ek schoon en ek mis niet. Nou, dit was SU-PARRIS live. Dit is nou, hoe komt dat live? Dit wordt opgenomen.
De gewanten, ja, dit wordt opgenomen. Heeft er nog iemand een laatste woord, maar beter 1 minuut? Maar beter 1 minuut, wil ik het gewoon zijn? Ah, laatste, dat is aan mij afgevraagd. Ik heb het ook gedaan. Ik heb het ook gedaan. Ik heb het ook gedaan. Ik heb Organic Movement Tamara. Ja, dan nog. Kom je ook zo'n vrijposter zijn? De enige reden, want ik ben pragmatisch, dat weet je. Mijn practicus, mijn dingen, lange beren. NDP is de grootste partij nu nodig. Ja. Huh? Om mensen maar voor NDP te gaan. Zij doen het nodig. Zij doen het power. En dan wordt het ook bondro. Maar nodig. Nee, wat ik niet begrijp. Wat staat er hier voor? Hoe leg je uit? Hoe leg je uit? Zij zijn geen politieke partij. De mens in Sida Malek. Ik heb een monteur. Een monteur om de kast. Kaatje, dat weet ik allemaal. Maar ze hebben het ook gecorrigeerd. Nee. Door te zeggen, iedereen is welkom. Maar ik heb het maar nu. Je mag niet komen in de partijkleur. Nou, Archimie. Ik heb het nu gewoon tegen de NDP'ers. Want mina gewoon. If de man is barwansani, mi bokon gewoon. Ze hebben hem, ze zijn alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Ze hebben de VAP is uitgenodigd. Ja. Daarom zijn al die 51 die en al die uitgenodigd. Ja toch dus. Kijk. Iedereen is uitgenodigd. Maakt niet uit welke politieke partij. Dus dat er een meeting voor een bos nu nodig, want allemaal kon doen. Tuurlijk. Iedereen is, brother. Ik ga weer. Iedereen is. Ik ga weer aansluiten. Mi wat taki, de komina gemeenschap werken. Mofrutiva mensen, omdat mijn abtrasan voet doet, de mofrutiva. Abde brada mi yasana. Mooi voor zijn aan Luka, maar he bang he bro. Sami wa taki fa chateau, Luku suma wakong, ma de suma na fer voet. De ef de mamu pay 20 kolu de mai denki bakana min bay brede. Ja toch. Dus dat na asani na apina, ay meku konso. Maar ik wou ons maar deze aan ik mee, dat me vertiedig word ik honderden maanden ook toe. Zijver. Maar mino abba moet niet bij de beurs voor tjade smaken. Nee, maar dat dus dat me wat ik oproep bij de eerstvolgende protestmanifestatie, dat u kon u doen van zich, mek ak kondre regeren, zie dat asa nego boom. Yeah. En om tjaru schrijven, om tjara jeje kondre ka lok toe, dat apina moest banen, want we pina toen ziek ba. Maar true, zo'n nanawa jeje kondre, dat wees je nu. Ja. Yeah. Wees je nu. Megu, Mika Giu Odi, Bueno. En met jou, brada, Walafa, Washwide, Gomorrah Farah. Thank you. Okay. Bless you. Oké. Ik ga het doen wat we willen. Ik ga het doen wat we willen. Wacht even. Ik ga dit even.